Ga je mee? Kom, gaan we rijden. Vandaag gaan wij trainen met onze paarden. Ik ga oefenen voor mijn proef van dressuur natuurlijk. Ik moet examen doen in januari en ik heb nu oefenexamen. Dus ik ga met Vlam trainen. En Mari gaat met Tondon trainen. En met de vlag en slalomen. En gehoorzaamheidstraining. Dus we gaan jullie meenemen. Ik vind het echt heel eng. Ja, alleen maar uitrollen, zeg maar. Ja. Daar komt Vlam. Wat is je aan het doen? Hey, Vanne. Hi. Don don. Nee, niet aan de vlag. Kom. Doe de boep. Boep. Knappe vlam. Wat heb jij nou weer op, Don? Ja. Ik heb me gelekt. Wow. Don heeft een hoedje op. Wow. Paard in mijn nek. Ik schrok me dood. Ik weet niet of Don hier per se blij mee is. Wat? Lopen. Ik ben ook kwijt. Oh. Goed zo. Heel braaf. Zo braaf. Zo braaf. Goed zo. Dat is braaf. Ja. Dat is braaf. Goed zo. Nee, kom. Je kan het. Echt waar. Nee, kom maar. Goed, kijk maar op hoe dichtbij. Goed zo. Heel braaf. Kom maar. Kom maar, goed zo. Goed zo. Ja. Goed. Goed zo. Good girl. Kom maar. Goed. Kom maar. Stilstaan, dat is niet. Kijk maar, dit is leuk. Oeh. 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 Ja, kijk er maar eens.
mij zie. Ja, goed zo. Stoppie. Dus een vaste houtje. Goed zo. Oké, ik ga zo van. Wil je zo meteen? Ja. Goed zo. Hi, Kikaboe! Kikaboe! Goed. Iets klopt er hier, iets niet. Stap maar de andere kant op. Het is toch eigenlijk wel heel mooi, hè? Onze jonge pup, net onder het zadel, die doet alles. En een 14-jarige, die al heel lang onder het zadel is, die vindt het doodeng. Goed dan. Goed. Knap hoor. Goed hoor. Ja, good boy. Oh jee. Goed hè, Vlam. Ben je lekker gereden, hè? In de kast. Bovenop. Oh, hier. Ja. Ja, het plank zag ik dus niet. Nice. Wat heb jij een mooie cap op? Ja, mooi hè. Een mooie kleur. Ja. Galop mag ook. Wauw, nice. Oh. Waar heeft ze last van? Als je aan het voeren bent, hooi, en je paard met voerenheid komt niet, dan is er vast wat aan de hand. Dus ik ga even kijken. Sta je vast of... ben je gewoon lekker aan het smikkelen? Dat is wel te zien. Sta je niet vast of wel? Je hebt wel de boel gesloopt, dat dan weer wel. Je staat gewoon lekker te eten. Oké, oké. Dat had ik niet verwacht. Is lekker, vriend.
Ik denk, je zit vast, want je komt niet. Nou, dat valt gelukkig weer mee. Nou, ik ga dus nu snel op pad. Ik ga kijken of ik jullie mee kan nemen. Betwijfelen, maar ik heb dus een dag bij mijn opleiding. Een samenkomstdag van dressuur natuurlijk. Ja, ik moet eerst een uur, ruim een uur, bijna anderhalf uur rijden. En dan ga ik de medestudenten ontmoeten en de docenten. Dat soort dingen allemaal. Ik ben bijna klaar met mijn opleiding, nog een maand of drie, vier. En dan heb ik drie opleidingen gedaan. Dus ik ben benieuwd wat ik kan verwachten van vandaag. Maar wie weet kan ik het laten zien. Aan de situatie. Train zonder reden. Ik begin nu met in eerste instantie aan te bieden. Aan te bieden. Diepe zucht. Oh. Ja, eerst die punt maar eventjes. Dan gaan we de cirkel een beetje verplaatsen. Even wat. Ja, we moesten een keuze maken. Ze gaan weg. Nee. Maar wij gaan wel met ze mee. Nee. We gaan jullie laten zien waar we heen gaan. We gaan onze paddockparadijs verlaten. Ja, eigenlijk zijn we een plekje tegengekomen waar we gewoon eigenlijk geen nee tegen konden zeggen. Waar we ons bedrijf kunnen uitbreiden. Waar onze paarden heerlijk komen te staan. Ja, eigenlijk een unieke kans. Dus wij gaan de stap nemen. En onze paardjes gaan lekker met ons mee. We laten jullie zo meteen zien waar we heen gaan. De paarden gaan natuurlijk niet weg. We stoppen niet. Hield jullie een klein beetje voor de gek. Nou ja, de paarden gaan wel een klein beetje weg. Maar wij gaan verhuizen met onze paarden. Dus we staan nu op onze nieuwe locatie. Yay! Dat is nog een beetje spannend. Maar wij gaan dus verhuizen met onze paarden. Nou ja, heel leuk. Ro gaat mee. Dus Flammy gaat ook mee. Superleuk. Ja, er staat hier voor de rest helemaal niemand. Dus ja, het is echt gewoon privé bij iemand aan huis. We zijn nu al aan het klaarmaken zodat de paarden kunnen komen. De paarden komen naast elkaar te staan, wel weer lekker buiten. Ja, in de toekomst wordt er wel een trek gemaakt, maar we willen eerst gewoon dat de paddock klaar is, zodat ze wel hier naartoe kunnen komen. En we zijn de rijbak aan het klaarmaken en ja, we zijn hard aan het werk. Maar we gaan jullie meenemen. Ik hoop dat jullie niet te erg zijn geschrokken, want natuurlijk stoppen we niet. Oh, ik geloof dat Svan even op de rug moet. Natuurlijk stoppen we niet en natuurlijk gaan onze paarden niet weg. Alleen, we gaan verhuizen. Dus per 1 november gaan we deze kant op. Dus we moeten nog even heel wat doen. Het is nu nog alleen maar een open stuk en voor de rest nog helemaal niks. We staan nu voor de schuilstal. Dus we moeten nog heel hard aan het werk. En dan gaan we jullie meenemen als jullie het leuk vinden. Ja. We hebben net de bak, zijn we op de helft nu ongeveer, denk ik. Maar dat laten we jullie ook zien. Dus, sorry als we jullie hebben laten schrikken, maar ja, dan valt het. Ja. We gaan even naar huis, we hebben genoeg geklust. Even ons paard nog eten geven. Yes. Yes, yes. Kom maar. Kom. Het moet even aangestampt worden. Het moet even aangestampt worden. Ga erin. Ja, ik kom er niet bij. Een voetje geven, net zoals bij het paard. Wat deed je? Ik ben mijn land even bij. Nee, je kan ook staan. Echt waar. Nee, ik ga.
Ga je gewoon een voetje. Ja? Ik heb ook niets nodig, joh. Spring. Nou, de bak om kukelen. Zullen we het dansje nog een keer doen? Ja. Ja. Ja? Ja? Ready? Ja! Yeah. We hebben een nieuw paard. Nee. Goed bezig. Ja, joh. Bijna op de helft. Oké. Daar zie je Ro lopen. Van Vlam. Van Vlam, want Vlam gaat mee. Dus jullie gaan het vuilen sowieso geboren zien worden. Maar wij gaan verhuizen. En we staan nu dus op ons nieuwe plek. En ja, we moeten het nog helemaal klaarmaken. We gaan onze paddock hier aanleggen. De stal is er al. We hebben... Ja, heel mooi, maar we hebben twee rijbakken. Daar en daar. We hebben twee kralen, dus we kunnen ook trainen. Er zijn ook stallen, maar dat gaan we allemaal later een keertje laten zien. We gaan een keer een staltour doen. Maar voor nu moeten we de paddocks klaar gaan maken. Ja, dus, opruimen. Dus ja, we gaan alles klaarmaken en dan gaan de paardjes hier naartoe. Dus verhuizen. Verhuizen, ja. We moeten nu heel veel opruimen en alles klaarmaken. Volgende maand verhuizen. Dan gaan we dat moois van maken. Ja. Ik heb echt zin in. Ja, het wordt heel mooi. Ja. Dus we gaan echt een mega mooie plek krijgen. Yay! Zo, dit gaan de nieuwe stallen worden. Dat wordt onze stal. Het is echt heel groot, want je kan nog helemaal daar het hoekje omhoog op. Het ziet er kleiner uit dan dat het is. Dat wordt Vlamse stal. Dus we komen lekker bij elkaar. We staan hier nu in de paddock van Vlam. Dat gaat zo, dat ze zo kan lopen. Deze kant op. En dan wordt dit de paddock en dat wordt hun land. En die van ons, die kunnen zo meteen daar om de wilgen heen. Kunnen ze naar de achterkant, naar de paddock waar we net stonden. Oké, ik sta nu in de stal. Kijk, als je zo zien, dan is dat. Dan kunnen ze hier uit. Kunnen ze ook nog hier doorheen lopen. Hier moeten we nog even een nieuwe bodem in maken. Want dat is echt helemaal doorgerot. Dan zakken ze erheen. Maar ze staan gewoon lekker droog. Dan gewoon... Kijk, Ro is ook... Die loopt daar. We zijn alles aan het weghalen. We moeten nog heel veel doen. Dus ja, daar gaan we jullie wel in meenemen. Wij hebben er onwijs veel zin in. Nog beter nieuws. Romanique gaat met ons mee. Dus Plam gaat met ons mee. Dus jullie gaan sowieso... vlogs krijgen van het vuilentje die volgend jaar geboren wordt. En knuffelmomenten met het vuilentje. Dus dat sowieso. We staan nu op onze nieuwe locatie. We moeten nog heel hard aan de klus. Want we gaan per 1 november al over. En er is nog eigenlijk niks voor onze paarden. Ja, een rijbak. Maar daar hangt het een beetje mee op. En hier staan de stallen vanaf de achterkant. Er zijn ook wel gewone stallen hier. Maar... daar gaan we niks mee doen. En ja, misschien in de toekomst, maar nu niet. Onze paarden gaan sowieso weer buiten blijven staan. Alleen we moeten ons paddock klaar gaan maken. Dus wij gaan nu even heel hard aan de gang. Want de bak is ook vol met onkruid. Dus om het rijbaar te maken, moeten we dat er even uithalen. Dus wat gaan we vandaag doen? We zijn ook al begonnen met alle draden weghalen. Alle oude draden weghalen. Palen, noem maar op. We hebben al hout besteld om de paddock te gaan maken. Nou, er gaat nog heel veel aankomen. We moeten nog heel veel doen. En we hebben nog 3 weken. Even ruim 3 weken. Dus wij moeten heel hard aan de gang. Dus dan gaan we jullie meenemen. Oké, dit is dus de bak. Dus ik denk dat jullie wel snappen dat we hier nog redelijk veel werk aan hebben. Het is wel een heerlijke bodem. En hij is droog. Dus we gaan hier zeker heel veel trainplezier hebben. Want het is een 20 bij 60 bak. En ja, we staan hier helemaal alleen. Dus dat is wel echt heel erg lekker. En ja, we gaan het ons paradijsje maken. Go girls!
Nou, tot snel!